Bewoners ten noorden van cultureel centrum De Bogert in Druten zijn tegen het plan voor een parkeerhuis. Die 11 meter hoge parkeergarage zou op de huidige parkeerplaats van Den Bogert moeten komen, grenzend aan een aantal huizen. Bewoners zijn bang dat er straks amper daglicht in hun tuinen komt. Het parkeerhuis staat in het plan dat ontwikkelaar De Klokgroep heeft gemaakt voor de nieuwe wijk De Portier. De wijk komt ten oosten van Den Bogert te liggen. Patrick en zijn buren juichen dat alleen maar toe. Het braakliggend terrein, dat moet ingevuld worden en het liefst zo snel mogelijk, want het ziet er zo ook niet uit. Dus en de plannen van de wijk waren hartstikke mooi. Maar niet het plan van een parkeergarage. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners van Portier genoeg plek hebben voor de auto en om het parkeerplekkentekort van Den Bogert op te lossen, wil De Klokgroep een groot parkeerhuis bouwen. Ons huis staat daar met de zwarte rolluiken. Het grootste probleem van de parkeergarage is dat die grenzend aan onze achtertuin komt met een hoogte van 11 meter. Met daarbij dat we dus al onze zon, uitzicht, alles wordt genomen in één bouw. Daarnaast vindt Patrick het hypocriet dat de gemeente het heeft over een groene wijk, maar wel een parkeergarage ernaast wil zetten. En je gaat alle mensen uitnodigen om in het parkeerhuis te komen met de auto. Want we hebben parkeerplaatsen genoeg dadelijk. Ja, dus iedereen kan straks, als ze naar de theatervoorstelling willen, gewoon de auto pakken. Ja, dus iemand drie straten verderop, die denkt van, oh, ik heb toch geen parkeerprobleem, want er zijn er genoeg. We gaan maar met de auto. Ja, als mens snap ik dat. Dat de direct aangrenzende bewoners daar niet blij mee zijn. Tegelijkertijd zijn veel andere omwonenden wel blij. Omdat het ook een bestaand parkeerprobleem oplost. En wij moeten samen met de gemeente, is het onze taak om de belangen zorgvuldig af te wegen en uiteindelijk tot definitieve plannen te komen. Ja, bewoners komen zelf met het idee om een parkeergarage bijvoorbeeld bij station Druten te maken. Zou dat een optie zijn? Die oplossing hebben we alles integraal afgewogen in samenspraak met de gemeente. En uiteindelijk is de huidige oplossing naar voren gekomen als het beste plan. We hebben in het gesprek met de directe omwonenden wel aangegeven dat we daarover nog eens in gesprek zullen gaan met de gemeente. Een ondergrondse parkeergarage, is dat mogelijk? Is dat een optie? We maken in het plangebied een ondergrondse parkeergarage. Alleen een ondergrondse parkeergarage die de totale parkeerdruk oplost. Dat hebben we in het verleden ook onderzocht. Daar is geen ruimte voor. Aanstaande vrijdag kunnen omwonenden hun zorgen uiten bij het college van burgemeester en wethouders. In december wordt het eerste plan door De Klokgroep bij de gemeenteraad ingediend. Daarna kunnen bewoners hun kritiek erop geven. Begin volgend jaar wordt het officiële plan ingediend. De Klokgroep hoopt in 2024 te kunnen starten met de bouw van de wijk en misschien wel met een parkeergarage.